Togebri. Ik hou van woordgrappen. Togebri is fantastisch. Yo Nintendo fans en yo Rickertje Army. Wil je ook in de Rickertje Army? Druk op die rode abonneerknop hier beneden. En welkom bij je Nintendo Meme Show op YouTube. Wil je ook memepjes insturen? Kom in de Discord server, zoek de Nintendo Meme Kamer en join de Rickertje Army daar en stuur lekker je memepjes in. En ik was al heel erg naar mijn scherm aan het kijken, want ik wil gewoon gaan beginnen. Dit is er een van Wesley en die scheurt de snelweg af op het moment dat er een Nintendo Direct op de planning staat. Hij was onderweg om een nieuwe Nintendo Switch game te kopen, maar nee, er komt een Nintendo Direct, dus... En dan komt die game later wel. Ik ben benieuwd of er op dit moment dat deze video online komt eindelijk een Nintendo Direct is geweest of niet. Ik wil de nieuwe gamepjes horen, Nintendo. Kom op! En Wesley wil dat ook, want die scheurt de snelweg af. Sell your Wii U too. Ja, toen Mario Maker 2 uitkwam, was dat wel een klein beetje het moment dat de Wii U officieel verleden tijd was. Er waren al best wel wat ports gekomen en eigenlijk het enige wat mensen nog op een Wii U speelden, was toch wel Super Mario Maker. En toen kwam daar deel 2, dus ja, toen had je niet echt heel veel reden meer om inderdaad je Wii U nog te houden. Ik heb hem nog wel. Ik bedoel, het is toch een collector's item. Ik hou hem gewoon, maar ja, ik speel ook niet meer op mijn 3DS. Ik speel echt alleen nog maar op mijn Switch. Dus deze meme is aardig accurate. Yo, Sander. Mooi screenshotje uit Rikka meme deel 1. Ja, oké. Papa en mama hebben een baby. Papa zegt, jij bent mijn zoon. En het maakt niet uit. Je moeder en ik zullen je altijd lief hebben. En het kind zegt, ik denk dat de Wii U de beste videogame console is. Ja, en toen lacht hij bij het vuilnis, de baby. Ja, je kan veel zeggen als Nintendo-liefhebber, maar de Wii U was niet de beste console. Dat is voor mij toch de Nintendo Switch. Maar ja, ik ben wel ultieme Nintendo Switch fanboy. Dat is natuurlijk ook wel zo. Uh-oh, we zitten zonder water. Dus gebruik gewoon je Pokémon. Wat moeten we doen? Het is heet hier. Wat? Maak je een grapje? Je hebt op zijn minst 3 watertypes bij je. En iedereen is dood. What the is wrong with these people? Ja, dat is wel een beetje vreemd, ja. Maar misschien was de Squirtle ook uitgedroogd. Dat kan, hè. Oké, ik zal mijn Pokémon laten vechten om hem sterker te maken. Red, Gramps, tot later. Oh, hij zegt natuurlijk, smell you later. En professor Oak laat gewoon keihard een fart en die zegt, ja, inderdaad. Dat is echt humor om dat te doen. Oh, wacht even. Is dit hoe een Eevee evolueert? Hij gaat gewoon in een potje zitten en dan langzaamaan groeit daar een Leafeon uit. Oh, oké. We hoeven hem helemaal geen evolutiesysteem meer te geven. We moeten onze Eevee gewoon letterlijk in een bloempot stoppen. Nu vraag ik me af hoe Piranha Plant gemaakt is. Hebben we dan een piranha in een pot gestopt en is dat de Piranha Plant geworden? Oké, logic. Kakuna Ratata. It means no worries. Ja, deze ken ik. Deze is echt super nice. Dit vind ik een heel mooi plaatje. Kakuna Ratata. What a wonderful phrase. Kakuna Ratata. Bla 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 bla. Oké, ik stop wel weer met zingen. Ik ga wel weer door naar de volgende meme. Link, die wil dus die kip niet slaan. Want als je een kip slaat in Zelda, dan komen er van alle kanten kippen op je afvliegen. Die maak je helemaal kapot. En buiten staan er allemaal van die schedelmannetjes. En dus heeft hij zijn schildje omgedraaid, daar een kip op vastgezet, zodat die skelethoofden die kip gaan slaan. En dat die kippen dus die skelethoofden aan gaan slaan. Ja, dit is wel slim bedacht van Link, jongen. Gramps is what your rival calls Professor Oak in Leaf Green and Fire Red. Oak secretly rules Team Rocket, Magma, Aqua, Galactic, Plasma and Skull. Oh snap, dit is zo'n goeie. Inderdaad, de professor wordt vaak Gramps genoemd. En als je die letters dus allemaal achter elkaar zet, is dat de eerste letter van al die boze vijanden in Pokémon games. Oh, dit is een hele nice. Gramps. Hoe is de Alolan Mok? Een Mok plus een ster. Ja, man. Ja, dat is wel zo. Als je een sterretje pakt in Mario, begin je te gloeien. Nintendo, everyone is here in Smash. En Waluigi. Wow, that's not including. Nee.
Sorry Waluigi. Ook in deze Rikka-meme zit je nog steeds niet in Smash. Sorry. Oh, Toxtricity is gewoon gemaakt van Spyro en Crash Bandicoot. Zo, maar serieus, dit is wel echt zo. Hij heeft de kleuren van Spyro. Hij heeft zelfs zo'n ding hier op zijn hoofd. En hij heeft de pose van Crash. Nintendo, zit je stiekem te spieken bij PlayStation, jongen? Dat ken je, dat ken je. Moet wel origineel blijven, vriendjes. Togebri. Ik hou van woordgrappen. Togebri is fantastisch. Dit is de beste meme van vandaag. Togebri. The graphics Nintendo thinks we want. The graphics we deserve. Oké, nee, hier ben ik het niet mee eens. Ik vind serieus Super Mario Odyssey echt er heel mooi uitzien. En die graphics passen bij Mario. Voor Mario wil ik helemaal geen real life graphics. Ik wil gewoon lekker die comic style Mario. En dit is helemaal dik. Prima. Dus deze meme. Afgekeurd. This is the Nintendo Entertainment System. This is the 7th week in row you've shown the NES in class. Ja, Nintendo heeft er natuurlijk wel een houtje van om gewoon oude consoles en games te remasteren en opnieuw uit te brengen. En nog een keer, en nog een keer. En we kopen het gewoon nog een keer. Ja, het is wel een klein beetje waar. Peter Griffin, Storm's Area 51. The game for Nintendo Switch. Hey Lois, look what I did. Wie zou dit spelen? Zou jij dit spelen? Laat het weten in de reacties. Of nog beter, welke character moet Area 51 bestormen? Wie is daar capable of? Wie kan dat? Buke kreeg geen meme-kamer. Rick maakte een meme-video. Buke toen hij Shine kreeg geen meme-video. Ja, Buke, we houden allemaal van je. Dat weet je toch? Alle games van Nintendo voor dit hele jaar be like dit plaatje. Januari, Fire Emblem. En maart, ja, in maart komt de rest. Ja, dit is basically wel wat het is. Tot nu toe weten we wat er in maart komt, maar voor de rest weten we niks. Geef ons nou gewoon een Nintendo Direct. Of misschien als deze video online is, dan klopt deze meme niet meer. Dan weten we al veel meer. Maar oh, inderdaad, op het moment van opnemen weten we alleen nog maar wat er in maart gaat komen. En dat is zo'n beetje alles. Ik stuur 3 memes in de memekamer. Ik wacht tot Rick een meme online komt. Mijn memes komen niet in Rick een meme. Mijn memes komen niet in Rick een meme. Nou, deze wel. Gefeliciteerd. Ze komen er bijna allemaal in. Tenzij ik gewoon de cultuur van de meme niet snap. Bijvoorbeeld Naruto-cultuur, die snap ik niet. Of als ik ze gewoon niet kan lezen of zo. Ja, dan dat zijn de 2 voornaamste redenen als jouw meme niet in Rick een meme komt. You! Video games won't sell unless they're filled with half-naked women. Nintendo, an intellectual. Gooit allemaal gespierde mannen erin. Ja. Wow, die blik. I'll break into the Nintendo building and steal a copy of Smash Ultimate. Oh, deze blik is echt goud. En dan dat brandende huis op de achtergrond. Dit kan niet, jongen. Heeft zij met Lucifer zitten spelen? Splatoon 2 is dood. En ik die net Splatoon 2 heb gekocht. Ah, je kan nog singleplayer spelen. Koop dan ook de DLC maar gelijk. Dan heb je gelijk. Ja, toch nog een aantal uurtjes. Maar Splatoon 2 is niet helemaal dood competitive gezien, hoor. Competitive leeft Splatoon 2 echt nog wel. En het is echt heel leuk om te zien. Zo close. Dit kennen we allemaal, jongens. We weten allemaal op het moment dat we Mario Kart zitten spelen, je bijna bij de finish bent. En dan geraakt wordt door een blue shell. Deze man heeft geluk. Deze man heeft echt geluk. Hij is net op tijd niet geraakt. Peach is zwanger. En toen kwam Super Mario Run. Mario rent weg. Mario wil geen kinderen. Het kan echt niet dat je je vrouw verlaat op het moment dat ze een kind krijgt. Be a man. Be a man. Mario, be a man. Yoshi after Mario jumps off him for some extra hiding. Yoshi falls into a death hole of lava. Ook dit hebben we allemaal een keer gedaan, toch? Gewoon je Yoshi opofferen op het moment dat je over lava moet springen. Jij springt over lava en je haalt het net niet. Maar je zit op die rug van een Yoshi en... Dag Yoshi! Je maakt even een double jump. Doei! Ja, die Shrek. Ja, zo ziet Yoshi er dan denk ik ongeveer uit. Rick, wanneer hij een nieuwe serie moet bedenken. De Rickachu Army staat te wachten. Get ready everybody! He's about to do something stupid. En dat is het einde van deze video. Bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie dit blijkbaar toch zo stom vinden. En gewoon, of niet, vinden jullie het wel leuk? Doe dan even blauw duimpje omhoog. En maak niet meer dit soort meme-pies. Want dan denk ik dat jullie het stom vinden. Nee, dat denk ik niet. Ik weet zeker dat jullie het leuk vinden. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Wil je ook meme-pies insturen? Zoals deze. Of ja, doe liever maar andere meme-pies. Join de Discord server dan. En dan zie ik je daar. Volg me op twitch.tv/Rickety als je mijn live wil zien gamen. Dan zie ik je daar. Of als je daar allemaal geen zin in hebt, abonneer dan in ieder geval hier, dan zie ik je hier. En dan zeg ik nog één ding, en dat is... Mazzel!